Mijn naam is Marja Bos, ik ben orthopedagoog en coach. Ik heb meerdere boeken geschreven over opvoeding en geloofsopvoeding in het bijzonder. Maar dit is een boek wat ook weer meegegroeid is met het thema van mijn eigen leven. En de aanleiding was eigenlijk dat ik merkte, zelf grootouder van 4 jonge kleinkinderen nog, dat grootouders toch ook echt in een nieuwe levensfase terechtkomen. En dat ervaar ik ook als coach, als ik mensen begeleid, dat je denkt dat de fase van grootouders ook een bijzondere fase is. Vandaar dat ik dacht, ik ga een soort inspiratieboek voor grootouders schrijven. En ik merk dat het ook wel veel moeite is. Want dan zijn er grootouders die zeggen, ja hoor, ik ga oppassen. Of er zijn grootouders die worden gepasseerd in het oppassen, omdat hun kinderen dat niet willen. Nou, kortom, in dit boek komt het aan de orde en dan begint het boek eigenlijk met, in welke fase zit ik, welke keuzes wil ik maken? En vervolgens leer je ook zien in het boek, hoe ga ik nou eigenlijk om met mijn kinderen, die zelf weer ouders geworden zijn? Ga ik me ermee bemoeien of houd ik afstand? Ga ik hun dingen adviseren of blijf ik wachten totdat zij zelf met vragen komen? Nou, dit boek geeft je gewoon allerlei handvatten. Het leert je zelf nadenken over bepaalde thema's of opnieuw allerlei vragen stellen. Kortom, ik denk dat het gewoon een heel leuk boek is om door te nemen. En je kunt bij een hoofdstuk beginnen waar je wil. Er is ook een eindhoofdstuk, omdat ik het toch ook belangrijk vind dat niet altijd alles roze geur en maneschijn is. Dat gaat over verdriet en verlies. Er zijn toch ook situaties die moeilijker zijn, lastiger zijn. Dat een kind overlijdt, dat een ouder overlijdt. Ook daar wil ik graag aandacht aan besteden. Dus kortom, leuk boek denk ik om te lezen. Als je er niet uitkomt of denkt, dit is echt heel leuk. Ik ben ook bereid om workshops te geven of te komen. Dat kan in 1 avond, dat kan in 4 avonden. Op allerlei manieren kun je me ook inschakelen voor een lezing, workshop of een actief iets met grootouders. Dus ik denk, moeite waard om het boekje door te nemen. En het leuke is denk ik ook, tot slot, dat dit een boek is wat ook leuk vormgegeven is. Wat zeker een onderdeel van het boek is wat mijn zoon gedaan heeft. Die is Cornelis Bos, die is grafisch ontwerper. En ik denk dat het boek ook echt tot een leuk leesboek, maar ook tot een leuk geschenkboek maakt.